Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 9 augustus. Het is een wisselvallige dag vandaag met diverse buien, maar tussen de buien door zijn er ook flinke opklaringen. Vanavond gaan de buien geleidelijk aan overal verdwijnen. Hier op de satellietfoto kunnen we mooi zien wat er aan de hand is. De buien die vanaf de Noordzee richting Nederland trekken, ja, daar hebben we vandaag de hele dag mee te maken gehad. Er zat hagel bij, er zat onweer bij en hier en daar zijn ook wind- en waterbeugjes waargenomen. Verder zien wij op deze foto ook dikkere bewolking boven het noordelijk deel van Groot-Brittannië en Ierland. En die bewolking die komt onze kant op en daar krijgen we morgen mee te maken. Dat betekent dat het morgen een grijze dag gaat worden met regen. Ja, vandaag dus diverse buien die over het land trokken. Hier kunnen we ze goed zien op de radarbeelden van vanmiddag. Tussen de buien door waren er ook brede opklaringen. En die opklaringen die gaan later vanmiddag en vanavond steeds meer terrein winnen. Dat betekent dat het vanavond en vannacht ook vrij helder gaat worden. De temperatuur ligt vanavond zo rond de 14 graden. Maar vannacht kan het in het binnenland afkoelen naar zo'n 6 tot 7 graden. Later in de nacht neemt wel vanuit het westen de bewolking toe. En in het late deel van de nacht gaat ook de eerste regen vallen boven het westen van het land. En die regen die breidt zich dan geleidelijk aan steeds verder uit over het land. Maar het kan toch wel tot het tweede deel van de ochtend duren voordat het ook in Limburg regent. En morgen ziet het beeld er dan zo uit. Een vrij somber weerbeeld met maxima van zo'n 16 tot nou misschien 18 graden in Zeeland. Verder waait er een matige wind uit het westen of zuidwesten. Pas later in de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk aan weer wat droger. Ja, vrijdag is het dan gelukkig ook wel gedaan met dat hele sombere weer, want op vrijdag breekt de zon steeds vaker door. Vanuit het westen komen er brede opklaringen in de loop van de dag. In de ochtend kan er nog wel een enkel buitje vallen en misschien dat er in de middag in het uiterste oosten nog een buitje valt. De temperaturen gaan ook flink omhoog, het wordt zo'n 21 tot 24 graden. In het weekend is het licht wisselvallig weer, met vooral op zaterdag nog wel een enkele bui. Verder zijn er veel wolkenvelden, maar de zon die breekt ook af en toe door. En de temperatuur ligt zo tussen de 20 en de 22 graden. Ook maandag is nog zo'n dag, maar dinsdag en woensdag wordt het echt wat warmer. Temperaturen die gaan uitkomen boven de 25 graden. Het worden zomerse dagen met flink wat zon en waarschijnlijk blijft het ook overal droog. De wind die waait uit oostelijke richting. Vanaf donderdag wordt de verwachting erg onzeker. Dan draait de wind waarschijnlijk naar het zuidwesten en mogelijk dat we op donderdag ook te maken gaan krijgen met onweer. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.